Hallo, ik ben Ellie Bakker. Ik ben vorig jaar met pensioen gegaan en zocht een leuke tijdsbesteding. Ik ben toen terechtgekomen bij de Zonnebloem en ben daar penningmeester geworden. Ook ben ik daar vrijwilliger geworden en als deelnemer, als gast, is mij Leo toegewezen. Ik zal Leo even laten zien. Leo is een man, hij zit in een rolstoel. Hij is ontzettend energiek. Hij gaat er elke dag op uit. Hij zorgt ervoor dat Meidrecht schoon blijft. Al het vuil raapt hij op, doet hij in een vuilniszak. En de flesjes, die spaart hij op en die levert hij in bij de supermarkt. Dat levert ontzettend veel op. Hij heeft in een paar maanden tijd heeft hij, €71 kunnen opsparen. En dat heeft hij geschonken aan, het Rode Kruis. Ik heb hem nog een keer geholpen met geld tellen. Toen waren we €30 hadden we opgeteld. En die heeft hij geschonken aan 555. En ja, vraag je mij, wat doe je als vrijwilliger en als penningmeester? Geld tellen bij Leo.